Maarten, goeienacht. Dankjewel. Hoe gaat het? Nou, ja, ik ga altijd heel laat naar bed. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Hoe is het om in een bibliotheek te zijn? Nou, ik moet zeggen, het is wel een indrukwekkende ruimte. Het deed mij veel genoegen. Mm-hmm. Dat de bibliotheek hier kennelijk toch nog ruimhartig gefinancierd wordt. Mm-hmm. Dat is voor veel kleinere bibliotheken in Nederland jammer genoeg niet het geval. En ik ben altijd vreselijk belangstellend om te zien wat voor boeken er staan. En ik heb zo'n kastje hier aan de andere kant bekeken met een hele wonderlijke conjunctie van boeken waar je denkt, waarom staat dit naast elkaar in godsnaam? Wat zag je gebeuren daar? Nou, ik geloof dat Lady Di naast Goebbels stond. En het waren hele wonderlijke combinaties in ieder geval. Mm-hmm. En zegt dat iets over onze beleving van de geschiedenis, of is dat hier een incident in Deventer? Ik denk dat dit toch sterk afhankelijk is van degene die toevallig dat kastje gevuld heeft met historische titels. Ja. Want er was ook een titel bij over de Egyptische farao's. Het was een ware historische potpourri. En hier zitten we nu te kijken naar. Hier zit een 200 jaar koninkrijk der Nederlanden, dan denk ik altijd meteen, ja, dat is kinderachtig. Hey, waarom doet nou Lodewijk Napoleon niet mee? Ja. En wat? Heel erg flauw. Nou ja, het is ook wel bijzonder dat ik een boek van Marco Kroon ernaast zie. Daarnaast. Marco Kroon. Daarnaast staat het zesde jaar. Ik heb geen idee wat dat is. En daarnaast nog een geheimzinnige titel. Ja. Namelijk de nazificatie van Maasluis. Goeie titel wel. Ja, fascinerend titel, want je denkt daar toch hele rare dingen bij. Is Maasluis meer genazificeerd dan een andere plaats in Nederland? Ik weet niet, maar ik wil het boek nu wel lezen eigenlijk. Ik weet het, ik geloof toch dat ik even zou kijken of ik niet ergens een korte samenvatting kan vinden. Ja. En wat was de bibliotheek vroeger voor jou? Wat voor plek was dat? Nou, in mijn jongensjaren, de bibliotheek was in Wageningen, waar ik op ben gegroeid, in de Bergstraat. Mm-hmm. En dat was de voor- en achterkamer van een voormalig keurig herenhuis in die Bergstraat. En ja, dat was voor ons jongens, wij waren nogal een beetje nerdige jongens, een soort trefpunt. Mm-hmm. Dus we troffen elkaar daar. En ja, je las uit die bibliotheek. Het hele idee dat je heel gemakkelijk allerlei boeken kocht, dat was nog helemaal niet aan de orde. Het kopen van een boek was voor mij een gebeurtenis van het grootste gewicht, waar ik dagen, zo niet wekenlang over na moest denken. En daar hadden wij een bibliothecaresse, dat was mevrouw Dijkstra. En als je een boek wilde lezen wat volgens mevrouw Dijkstra nog niet geschikt was voor jou, dan zei ze natuurlijk, nee, dat mag jij niet lezen. Dus omdat mijn ouders nogal een beetje bleu waren op het punt van een seksuele voorlichting, had ik een boek geleend uit de bibliotheek. Laten we zeggen, met de beschrijving van het menselijke seksleven op volledig wetenschappelijke gronden. Mm-hmm. En ik kwam daarmee dus aan dat bureautje, hè, van een balie, kon je echt niet spreken. En toen zei ze, ja, dat mag je helemaal niet lezen. Het is volkomen ongeschikt voor jou. Ik zei, nou, ik mag van mijn moeder, mevrouw Dijkstra, alles lezen wat ik wil. Ja. Ze zei, nou, dan bel ik er even op. Dus ze belde op en zei, ja, hij staat hier met dat boek. Ik ben vergeten hoe het heette. En toen zei mijn moeder, ja, hij mag alles lezen. Dus toen mocht ik het meenemen. Maar daar vond ik ook Tolkien. Mm-hmm. Toen was alleen nog maar het eerste deel in het Nederlands vertaald. Ja, ja. Ja, dat was echt wachten op deel 2 en deel 3. We waren er vreselijk ongeduldig van hoe gaat dat lopen. En kennelijk was ons Engels toch nog niet op het niveau. Ze hadden ook geen Engels editie van het boek. Overigens, die seksuele handleiding, dat was in die zin wel een zeer demotiverend. De eerste helft, dat ging nog wel. Maar in de tweede helft waren het seksuele aandoeningen. Oh. Met kleurenplaatjes. Aandoeningen met kleur, waar moet ik eraan denken? Ja, waardoor ik, nou ja, gonoreu, van alles en nog wat. Oh, dat zag je dan? En ja, dat zag je. Dus ja. Hoe oud was je toen ongeveer, toen je dat voor dit? 15, 16. Oh ja. Ik heb toen eigenlijk besloten om een celibatair leven te gaan. Ja, ja. Heb je niet helemaal waargemaakt, weet ik inmiddels al. Maar nou ja, maar goed, je had toch wel meer interesses dan het menselijke. Ja, god, je las van alles. Ja? Ik heb mijn hele leven van alles en nog wat gelezen. En was het ook omdat de bibliotheek een veilige omgeving was? Gezellig, het was wel gezellig. Wij stonden vaak bij elkaar te praten en dan riep mevrouw Dijkstra dat we onze monden dicht moesten houden, omdat er een bibliotheek nou eenmaal een gewijde stilte dient te hangen.
Ik heb je vooral uitgenodigd. Dit vind ik heel interessant hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar ook natuurlijk omdat het momenteel minder gezellig is in het land. We gaan richting verkiezingen en dan wordt het altijd minder gezellig, omdat partijen zich moeten profileren. Heb jij eigenlijk het Radio 1-debat een beetje kunnen volgen? Ik ben de mening toegedaan dat de zogenaamde politieke debatjes aan de vooravond van de verkiezingen zulke volstrekte flauwekul zijn dat ik daar niet naar kijk. Nee. En ook niet naar luister. Ze worden volstrekt overschat. De media hebben er al een geweldige opwindende toon over, maar dat slaat nergens op. Ik denk ook dat het effect zeer beperkt is. Er is veel studie gedaan naar Amerikaanse tv-debatten, voorafgaand aan de presidentsverkiezingen. Mm. En daarvan is het effect feitelijk verwaarloosbaar. Mm. Waarom doen we het dan? Waarom doen wij het dan? Ja, ik denk omdat de media het lollig vinden. En omdat ze toch altijd hopen. Het werd ook allemaal aardig beschreven. Je kan zo'n debat nooit winnen, maar wel verliezen. En dat ze misschien toch hopen dat ze op een goed moment een vervelende concurrent en een lelijke klap kunnen geven. Maar als je besluit om ergens op te stemmen afhankelijk is van die debatjes, dan ben je wel een miserabele kiezer. Ja? Dan ben je eigenlijk je stemrecht niet waard? Nou, dat vind ik een groot woord, want dan, als we daaraan zouden beginnen, dan weet ik niet waar we zouden eindigen. Misschien zouden er dan nog twee kiezers overblijven, jij en ik, dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Nee, maar dus enerzijds zeg je, het is entertainment, want daar komt het dan op neer als de media dat doen. Ja, het is puur entertainment, als je daarvan houdt. Laten we dat even aannemen. Je moet ook nog een klein beetje geïnteresseerd zijn. Wil je überhaupt kunnen volgen wat er precies gezegd wordt? Maar anderzijds zeg je ook iets interessants. Je zegt van, je kan eigenlijk alleen maar verliezen. Winnen kun je niet. En dan is het wel interessant waarom onze premier, al 10 jaar inmiddels, Rutte, waarom gaat hij zich nog mengen in zo'n debat dan? Omdat het denk ik als flauw zou worden gezien door de kiezers en ook door de media. Daar zou heel kritisch over geschreven worden. Ze zeggen, nou ja, ik sta zo ver boven de partijen. De peilingen zijn zo gunstig dat ik heb alleen maar de kans om mezelf te beschadigen. Dus ik begin daar niet aan. Mm-hmm. Bovendien denk ik dat die debat technisch niet bang is voor enige van de andere participanten. Nee. Een enorme ervaring op dit gebied. Hij lult als een trein, zoals we allemaal weten. Ja. En hij is natuurlijk kwaad wat betreft de dossiers, zoals de Belgen zouden zeggen. Is die tiptop op de hoogte? Je zegt het een beetje schamperend, hij lult als een trein, maar kan je het ook een beetje waarderen hoe sterk hij is verbaal? Hij is in zijn soort een hele bekwame, ambachtelijk bekwame politicus. Vergelijkbaar met premier. Ik heb nooit op hem gestemd. Nee. Ik ga zeker ook nu niet op hem stemmen. Nee. Ik denk dat voor zover die enige beleidsfilosofie erop na heeft gehouden in de afgelopen 10, 15 jaar, dat ik daar een vrij vervente tegenstander van ben. Ja. Moeten we het straks misschien even over hebben. Heel graag. Ik denk ook dat hij vrij aanzienlijke schade heeft aangericht in een aantal sectoren. Dat gaan we ook eventjes straks uitdiepen. In de sociale politiek. Maar als coalitieleider, als plakker van ruzietjes, als hou het maar eens op de been, zo'n kabinet. Dat is een hele kunst. Hij kan heel goed oplossingen bedenken voor schijnbaar onoplosbare problemen. Ja, maar nu ben je mij gaan bewieroken voor alles waarom je hem ook zou kunnen hekelen. Namelijk, het is een goede manager die een bedrijf kan runnen. Nee. Dat zijn twee verschillende dingen. Een bedrijfsleider beschrijf jij nu? Ja, het is een. Het is een prima bedrijfsleider. Maar je hebt bedrijfsleiders die waardeloze ideeën hebben. Dat komt voor hen. Hij is jammer genoeg iemand met waardeloze ideeën. Bezig is om, voor zover wij enig kijk hebben op het VVD-verkiezingsprogramma, en voor zover verkiezingsprogramma's überhaupt enige betekenis hebben voor het verder te voeren beleid, is de VVD bezig bij te sturen. In een richting die waarvan ik zeg dat hadden ze 10 of 15 jaar geleden moeten doen. Het was beter geweest. En daarmee bedoel je dat ze toch iets meer afstappen van het neoliberale, wat meer naar nou, wordt gezegd. Ja, de kern van het beleid wat door Rutte en de VVD gevoerd is, is de neoliberale idee. Hoe kleiner de overheid is, hoe beter dat is. Mm-hmm. De kleine slagvaardige overheid. En niet waar. Dat ligt aan de grondslag van het beleid, waarbij voortdurend de claim is gedaan dat hoe
kleiner die overheid is, hoe efficiënter en hoe goedkoper die overheid is, des te beter is die overheid. Mm-hmm. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Nee. Want om dit te realiseren is op enorme schaal gereorganiseerd en met name ook geweldig bezuinigd, met hele schadelijke effecten. Mm-hmm. He, dus ja, het is een knap ambachtelijk politicus, maar tegelijkertijd heeft hij in het bijzonder het uitvoerend apparaat van de Nederlandse overheid in de afgelopen 10, 15 jaar enorme schade toegebracht. Hij heeft nu 10 jaar gewerkt. Dat is, die immense bezuinigingen zijn begonnen met Rutte 1 natuurlijk. Ja. En die bezuinigingen die zijn heel schadelijk. Als je wil weten waarom de Belastingdienst een chaos is, dat heeft de Belastingdienst niet over zichzelf afgeroepen. Het is ook niet een interventie van de heren. Mm-hmm. Nee, dat is het gevolg van eindeloze reorganisaties en bezuinigingen die uitgevoerd zijn met de holle claim, de achteraf niet waargemaakte claim, dat het allemaal stukken goedkoper en sneller en efficiënter komt. Mm-hmm. Maar dat bleek helemaal niet te kunnen. We gaan straks, met je permissie, nog wat dingetjes aanstippen die wellicht onder zijn bewind zijn gebeurd. Nog even voordat we dat gaan doen, sla ik even een stap over. 10 jaar verder, er is het een en ander gebeurd. Er valt veel om aan te merken, gaan we waarschijnlijk zo doen. Maar hoe kan het dan dat mensen, voor zover we kunnen spreken over dat we mensen kunnen generaliseren, maar hoe kan het dan dat hij toch onaantastbaar lijkt nog steeds, ondanks alles wat je zou kunnen opvoeren als het gaat om zijn dysfunctioneren? Dat is toch bovenal het feit dat hij de minister-president is en daardoor van al die politici de meest zichtbare. Mm-hmm. Hij is op zichzelf, heeft hij een eenvoudig soort van charme. Mm-hmm. Het is toch hij lijkt een beetje op een hele grote hamster, vind ik altijd. Op een grote hamster? Ja, vind ik wel. Een beetje met die tandjes. Ja. Goed, dat is misschien mijn complex, dat weet ik niet precies. Maar ik denk dat de premierbonus, zoals dat zo treffend wordt geformuleerd, dat ontzettend belangrijk is. En zeker in onzekere tijden als nu. Althans, mensen voelen zich onzeker in deze tijden, terecht of niet, dat is vers 2. Is hij degene die elke zoveel weken daar met die persconferentie komt te opdraven? Mm-hmm. Waarbij hij ook meesterlijk weet uit te stralen dat alles wat fout is gegaan is de schuld van Hugo de Jonge. Ja. En alles wat niet fout is gegaan is zijn verdienste. Ja, en jij analyseert dat nu en je vertelt dat. Je vergeet trouwens nog een schuldige in dit hele proces, namelijk de burger die zijn verantwoordelijkheid niet kan dragen. Dat hebben we ook vaak gehoord. En hoe kan dat dan dat daar niemand doorheen prikt? Nou, daar prikken natuurlijk genoeg mensen doorheen. Maar de kiezer vindt kennelijk toch dat als er dan nu gekozen zou moeten worden. Mm-hmm. Nou, wel wezen, hij staat nu, geloof ik, staat de VVD op 38 zetels of zo. Ja. Dat is dus even kijken. Dus een vijfde deel is 30. Dus we zitten op weet ik ergens, het is zeg maar 30% of ongeveer. Nou, dat is al iets te veel eigenlijk. Het zit ergens tussen de 20% en 30%. En dat betekent toch dat een heel groot deel van Nederland niet op Rutte gaat stemmen. Het is niet zo dat hij de kans heeft om 51% van de stemmen te gaan scoren. Dat ook weer niet. Maar hij biedt in deze beetje rommelige tijd, althans voor mensen die geen scherp oog hebben voor wat de specifieke problemen zijn, in deze wat rommelige tijd biedt hij een soort stabiliteit, een soort houvast. Hij is er al 10 jaar. Hè? Dat is ook lang. Al zou het mij niet verbazen dat hij, juist omdat hij er nu 10 jaar zit, hij voegt er nog een termijn aan toe, dat het afbranden, dat in de komende termijn wel eens zou kunnen plaatsvinden. Er zijn heel weinig politici die het, laten we zeggen, langer dan 10 jaar volhouden. Mm-hmm. Laten we een paar voorbeelden nemen. Lubbers zat er 10 jaar. Nou, ik herinner me nog het stuk in de NRC. Hij werd de lucht ingeschreven. Het was een neef van de Heer Jezus. Het was ongelooflijk werkelijk, die Lubbers. Wat een politicus. Zal ik even met je meedenken. Ongelooflijk werkelijk. Hè? En 2 jaar later is hij volledig afgebrand. En eigenlijk als een soort van
zonderling, een mislukte zonderling, is die vertrokken. En leed het CDA zo'n beetje de grootste nederlaag uit zijn electorale geschiedenis. Maar als je even volledige context geeft, dat kwam misschien ook omdat er andere mensen opstonden, om even zo te zeggen. Dat we zeggen, die arme Eelco Brinkman natuurlijk, die het ook niet handig speelde, moet ik zeggen. Nee, maar los even daarvan, want dat is wel bekend. Het is ook, misschien is het succes van Rutte misschien ook niet dat er gewoon, ja, dat het gewoon heel pover is, alles wat er omheen hangt. Raad, ik geef toe, er is niet iemand in zicht waarvan je denkt, nou, die zou het zoveel beter kunnen dat ik niet begrijp dat die Rutte. Kijk, Rutte is ook de leider van de grootste partij. En we hebben nou eenmaal, afgezien van een enkele unieke uitzondering, besloten dat de leider van de grootste partij ook de minister-president moet leven. Dat hoeft helemaal niet. Het staat nergens in de grondwet of zo. Maar zie jij een lijsttrekker ergens rondlopen in Nederland? Het probleem met natuurlijk een andere minister-president is altijd dat die pas als die het is, kan die bewijzen of die het goed doet, ja of nee. Ja. Dat klopt, maar je kan wel zien aan hoe iemand zich positioneert, hoe iemand hoe eloquent iemand is, verbaal, charisma. Je had het net over. Even te denken aan het huidige kabinet. Ja. Ja, er zijn weinig mensen die zeggen, die Ank Bijleveld, dat lijkt me wel een geschikt. Nee, ik denk niet dat daar een fanclub voor is. Nee. Dat denk ik ook niet. Maar ook Wopke heeft niet dat je denkt van jongen, het charisma druipt eraf. Nee. Dus, ik zie zo gauw niet iemand. Nee, dus dat zou dus ook een verklaring kunnen zijn voor zijn succes. Althans, naar zich nu laten spelen. Nou, je kunt een aardig voorbeeld, hij is nu voor de wolven geworpen. Mm-hmm. Is natuurlijk Asscher, wel een bekwame politicus. Ja. Meerdere malen dacht ik toch bij de algemene beschouwingen, de enige behoorlijke spreker is hier eigenlijk Asscher. Mm-hmm. En die andere, daar ben ik nou niet zo van onder de indruk. Ja, jij als voormalig lijstduwer van de PvdA bent niet onder de indruk van. Oh. Ik had enorme spijt van mijn lijstduwerij. Ja, je hebt het toch gedaan, Maarten? Ik heb het gedaan. Maar daarom zeg ik nu even ook, voor allen die mij toen bekritiseerd hebben, terecht bekritiseerd hebben. Ja. Ik heb er spijt van, te meer omdat in Rutte 2 natuurlijk de Partij van Arbeid zijn hele erfenis verraden heeft op een meer dan gruwelijke manier. Het is toch een bijzonder moment hier. Jij komt terug op iets wat je destijds met je volle verstand hebt gedaan. Nou, laten we zeggen met mijn volle gevoel. Ik heb ook een gevoel. Oh ja. Dat speelde wel een rol. In die zomer werd ik gebeld daarover, of ik dat zou willen doen. En de Partij van de Arbeid stond toen werkelijk abominabel laag. En niet zo laag als nu, maar toch op het niveau van 15 kamerzetels. Ja. En toen dacht ik, ik moet toch solidair zijn. Oké, ik word lijstduwer. Ja. Nationaal lijstduwer, dat was ik. Nou ja, en toen overigens in een van die debatjes die door mij niet hoog geacht worden, scoorde Samson buitengewoon. Want het gekke was dat eerst Emiel Roemer leek de tegenstander te worden van Rutte. Nou, dat zakte volledig in elkaar. Als een soufflé die verkeerd uit de oven kwam, zal ik maar zeggen. En toen was het Samson die scoorde met van, ik weet niet wat hij iets over die Griekse schulden en zo. Ja. Nou ja, het was een heel gewoon een leuk opmerkingtje. Dat überhaupt zo'n invloed heeft, is natuurlijk wonderlijk. Maar feit is dat de Partij van de Arbeid schoot omhoog naar 38 zetels. Ja. Ging in het kabinet zitten. Dus een beetje hadden Samson en Rutte een beetje twee van die beetje spierballen jongens kabinetje in elkaar getimmerd in 2 of 3 weken. Het was heel leuk geregeld met die uitruil van die verschillende dossiers. En ja. Jij krijgt dit en jij krijgt dat. En nou ja, naar mijn idee heeft de Partij van de Arbeid daar volkomen terecht gewerkt na de verschrikkelijke nederlaag die zij 5 jaar later, 4 jaar later hebben geleden. Dat ging toen ook over die discussie bedbad, brood. Daar hebben zij dus hun zin gekregen. Ja. Maar op de grote dossiers hebben zij hun zin helemaal niet gekregen. Nee, ja, want je gaat nu wel snel over je eigen rol. Want daar begon het mee. Afgezien van het lijstduwen heb ik geen enkele rol vervuld. Want al heel snel dacht ik, dit gaat allemaal totaal de verkeerde kant op. Ja, misschien Maarten, je ik moet je eigen. Ik heb ook in 2017 geen PvdA gestemd. Wat heb je gestemd dan? D66. D66. Ja, ook een beetje een noodgreep. Wat ga je eigenlijk nu stemmen dan? Weet ik nog niet. Jij weet het echt wel. Ik heb wel, als ik stem, dan wordt het een strategische keuze. Dus dan ga je links stemmen? Nou, dat is zeer de vraag.
voor mij is het verreweg het belangrijkste kwestie van dit moment is de Europese Unie. Mm-hmm. En de belabberde wijze waarop daar in Nederland over gesproken wordt. Ja. En de werkelijk pijnlijke uitglijder die Wopke en Rutte gemaakt hebben natuurlijk bij het gezamenlijk financieren van die schulden. Ja. Wat ze natuurlijk in Europa en terecht enorm kwalijk is genomen. Mm-hmm. Waarvoor we nog zullen betalen in de toekomst, daar ben ik vast van overtuigd. Dus, kan je de strategische overwegingen wel uit de doeken doen. Het kabinet staat, de partijen in het kabinet staan op winst. Vooral natuurlijk door de groei van de VVD. Dus dat mag je aannemen, dan komen de nu samenstellende delen weer in het nieuwe kabinet terug. Eventueel met nog een partij erbij. Weet niet precies welke dat zou moeten zijn. Maar er moet dus in het kabinet een partij zitten, naar mijn idee, die zeer positief over de Unie denkt. Ja, dan kom je bij D66. Exactly. Ja. Je komt uit bij D66. Ja. Dus je gaat weer naar D66? Ja, maar om één reden. Ik heb verder niks met Sigrid Kaag. Ik vind die campagne ook waardeloos. Maar ik weet wel dat ze een warm hart toedragen aan de Europese Unie. Dat doet de VVD niet. He, die altijd met wat kost het, wat levert het ons op. Het is van een onbeschrijfelijke kortzichtigheid. Maar dan ga je toch... Het CDA, dat is gestolde dorpspolitiek in de meeste opzichten. Ja. ChristenUnie is ook helemaal niet enthousiast. Nee, maar dan, ik snap het hoor, van die beetje, dat rare wat Kaag doet, dat zie ik ook. Maar dan D66, oké, maar dan kies je toch gewoon een ander bolletje? Kies je toch een andere persoon? Heb je toch nog, ik zal zeker niet op Kaag stemmen. Nee, precies. Dus nee, ook niet op de lijst duwen. Nee. Men gaat nog even kijken wie dan de meest geschikte persoon is. Ja, maar dat zie ik wel in het stemhokje. Ja. Ik ga niet schriftelijk stemmen, ik ga fijn naar het stemhokje. Ja. Bij mij 50 meter vanaf de voordeur dus. Ja. En nog even, want dat vind ik interessant, ook omdat maar jij... Dat is een puur strategische keuze. Ik snap het helemaal, je hebt het ook uitgelegd. Om misschien de Nederlander beter te begrijpen... en jij kan dat volgens mij heel goed, juist omdat je al die boeken... heel veel boeken hebt gelezen en ook inmiddels een soort antropoloog bent... Als dan zo'n toeslagenaffaire geopenbaard is... en er komt zelfs ook een parlementaire enquête... hoe kan het dat overduidelijk... zeker als je kijkt naar peilingen en naar populariteit van een premier... dat een meerderheid van de Nederlandse samenleving daar toch niet zo zwaar aan tilt? Nou, dat is uit te leggen. Dat zal ik ook uitleggen. Laten we beginnen met te constateren dat toen voor het eerst de fraudecommissie bij elkaar kwam, een paar jaar geleden, die de fraude nou eens keihard aan ging pakken. Je hoort het onze vriend uit Rotterdam zeggen. Mm-hmm. De voormalige minister van Justitie. Wie was de voorzitter daarvan? Dat was Mark Rutte. Ja. Als je de hele toeslagenaffaire in toto beziet... dan moet je zeggen, daar is ook de Nederlandse bevolking... de Nederlandse kiezer, het hele parlement schuldig aan. Het hele idee dat alleen de schuld van halve garen bij de Belastingdienst is... zoals het nu een beetje geschoven en gespeeld wordt, dat is onzinnig. Ja. We hadden toen net achter de rug de zogenaamde Bulgarenfraude... Ja. Een fameus geval waarbij een aantal Bulgaarse plattelandsbewoners... bij een soort kruiwagen zag je ze Nederlandse uitkeringen uit de mest vissen. Het waren aansprekende beelden. Ja. En er was een brede woede over. Later, we zijn altijd woedend als er een uitkering naar het buitenland gaat. Ook wanneer dat helemaal verdragstechnisch in orde is. Ja. Denk aan die werkloosheidsuitkeringen voor die Polen. Was verder niks mis mee. Maar dat wekte Nederland immense woede. Ja, zeker. Maar we hebben het ook in andere dossiers hebben ook gehad. In plaats van dat iemand even komt uitleggen dat dat in overeenstemming is met de afspraken die we binnen de Europese Unie hebben gemaakt. Bulgarije was toen volgens mij ook al lid van de Unie. Het was wel frauduleus daar niet van. Ja. Maar er ontstond dus een brede verontwaardiging in Nederland... over de fraude met uitkeringen. En uit brede verontwaardiging volgt bij ons altijd... nog veel bredere verontwaardiging in de Telegraaf... en in aanverwante media. En toen besloot de politiek, wij moeten dat oppikken. Wij moeten
keihard optreden tegen fraude. Want een van de ergste dingen is fraude met sociale uitkering. Ja, maar bedoel je dan met, we moeten hier tegen optreden in de beeldvorming? Of we moeten hier echt tegen optreden en dit ongedaan maken? Hadden ze het maar beperkt tot de beeldvorming, dan zou het allemaal niet zo erg geweest zijn. Maar ze hebben serieus het aangepakt. Ja, dat is goed. Daarvoor is ook speciale wetgeving aangenomen. Mm-hmm. In die wetgeving hebben ze niet opgenomen dat je in beroep kon gaan. Dus in feite de slachtoffers van het fraudebeleid, van de opsporing van het fraude, van de fraude, die hadden geen plek om te staan. Die hadden geen mogelijkheid om juridisch in het geweer te komen tegen datgene wat onrechtvaardig was. Tegen die wetgeving is uitgebreid gewaarschuwd door mensen die er verstand van hadden. Mm-hmm. Maar dat is heel vaak zo. Als onze grote colleges van staat hele verstandige adviezen hebben, dan trekt de regering zich er geen zak van aan. Nee. Dat is met de Rekenkamer regelmatig het geval geweest. Dat is met de Raad van State regelmatig het geval geweest. En de regering slaat die adviezen jammer genoeg in de wind. Dat is een hele treurige zaak. Mm-hmm. Ik kijk naar de tijd. Ja. Kijk naar de tijd, oké. Ja, je bent altijd enigszins raak je verward als mensen op hun telefoon, op hun telefoon beginnen. Dus dan kan ik het gesprek controleren. Maar ga verder, ja. Dus, ja. Met als gevolg dat tenslotte Boomdien was erbij dat die fraudebestrijding nogal een forse profiling aan de gang. Ja. Het idee namelijk dat misschien mensen met niet-Nederlandse namen of met een migratieachtergrond of anderszins, denk weer aan die Bulgaren, misschien zouden die wel extra gefraudeerd hebben. En het gevolg is dit geweest. Wat wonderlijk is vervolgens het heeft heel lang geduurd voordat het een beetje doorgebroken was. Mm-hmm. Het heeft 2 Kamerleden jaren gekost om daar werk van te maken. Laten we overigens wel opmerken dat Omtzigt aanvankelijk ook een fervente fraudebestrijder was. Overigens, je moet natuurlijk hier ook oppassen dat je niet zegt, nou, dan moeten we maar helemaal geen fraude bestrijden. Mm-hmm. Maar we moeten het niet op de verkeerde manier doen. En het is systematisch op de verkeerde manier gedaan. En dan, als de zaak eigenlijk onthuld is als volkomen onjuist. Ja. En zonder beroepsmogelijkheid voor de slachtoffers van deze zonderlinge procedures. Mm-hmm. Dan zou je zeggen, moet het vrij simpel zijn om de gemaakte fouten te corrigeren. En dan loop je bij de Nederlandse overheid tegen een heel merkwaardig probleem aan. Dat die overheid van alles belooft. Het zal gaan gebeuren, binnen 3 maanden zullen de gelden worden overgemaakt. En het gebeurt niet. Nee. Het wordt niet overgemaakt. Denk aan die mensen in Groningen met die scheuren in die huizen. Ja, maar waarbij ze zijn gouden bergen beloofd door die Wiebes. Die is trouwens nu ook voor de wolven gegooid. Ja, die krijgt nog wel meer voor ze kiezen. Maar om even terug te komen op de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire is een product van een veel groter maatschappelijk proces. Ja, dat snap ik. Dat is zeg maar het hele institutionele gedeelte. Maar ik heb het meer over de moraliteit of zo die er dan achter zit bij mensen. Dus het is nu we hebben het allemaal kunnen zien. We weten nu wat er is gebeurd. En waarschijnlijk is het toch veel verschrikkelijker dan wij. Dat zou je maar overkomen. Dat ook, maar dat mensen met kleine inkomens die schulden hadden van 80, 90.000 euro. Ja, maar hoe kan het dan dat er vanuit de samenleving, althans, nogmaals, als je kijkt naar de populariteit van de premier, het raakt hem helemaal niet in de peilingen en dus hoe kan het dat er niet zo'n grote maatschappijbrede verontwaardiging hierover ontstaat? We gaan wel demonstreren als er een avondklok is, maar de avondklok blijft een hoogst. Als je denkt dat ondertussen het vaccinatiebeleid een volkomen ondoorzichtig en traag verlopend proces is. En dat we dan allemaal woedend zijn over die avondklok. Ja. Waarvan alleen jonge mensen last hebben die een glas bier willen gaan drinken natuurlijk. Ik heb helemaal geen last van de avondklok. 0,0 moet ik je zeggen. Nee. Heb jij vreselijke last van de avondklok? Nee, niet echt. Nee. Het geeft me eigenlijk wel wat meer rust in mijn leven. Ja, natuurlijk voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking. Maar blijft de vraag, hoe kan het dat waarom wordt hij niet getroffen? Ja. Omdat mensen niet de moeite nemen om de analytische stukken in de krant te lezen over deze materie. Mm-hmm. Omdat ze vaak overschakelen naar het voetballen als er informatieve televisieprogramma's zijn waarin wordt uitgelegd hoe zoiets in elkaar zit. Ja. Dat is natuurlijk, daar moet je even op concentreren. Technisch ingewikkeld. Ja, dat is een vrij vervelende materie natuurlijk. Mm. Dat allemaal speelt een rol. En daarbij
blijft hij de minister-president. Ja. Dus zij zien eigenlijk niet de... Zij zien eigenlijk niet het directe contact tussen de voorzitter van de fraudecommissie, die er lekker tegenaan gaat aan de ene kant, en de minister-president aan de andere kant. Maar hij was wel de voorzitter van die commissie. Ja. En misschien, hè, je had Ronald Reagan, Teflon-president. Mm. De leider heeft altijd een iets extra's, een marge van waar hij niet of moeilijk beschadigd kan worden. Mm. Hij kan alleen beschadigd worden door eigen stommiteit. Denk aan Lubbers. Denk aan Helmut Kohl. Mm. Ze blijven altijd te lang zitten. Hij ook. Jij zegt dat, Rutte blijft ook te lang zitten. Ja? Ja, dat hij gaat, als hij herkozen wordt, gaat hij die 4 jaar niet uitzitten? Ik ga niks voorspellen. Nee, dat doe jij niet meer, hè? Ja. Mijn voorspellingen, nee. Na Trump doe je dat niet meer, hè? Nee. Ze komen ook pas uit, hoor, mijn voorspellingen. Maar ik heb 1000 piek verloren met Hillary. Ik weet het. Ik heb 1000 piek gewonnen met de euro. En jij wordt hier niet cynisch van, als je dit allemaal zo vertelt over Rutte en de bevolking die dan misschien een beetje apathisch, bijna lethargisch is. Ja, een beetje. Ik word altijd versleten voor cynisch, maar ik ben gewoon realistisch. Ja. Kijk, zo zit de politiek in elkaar. Nee, ik bedoel echt cynisch. Ik weet dat je scherp bent in je analyse en dat je. Maar word je dan niet. Word je bijvoorbeeld niet moedeloos daarvan? Nee, ik denk als je de politiek dagelijks op de keper beschouwt en je hebt zelf de hoop of het idealisme waardoor je denkt dat het allemaal veel beter en heel anders zou kunnen en bovendien op een relatief afzienbare termijn. Mm-hmm. Ja, dan kun je jezelf beter verhangen als belangstellende voor de politiek. Want je weet dat het zo niet werkt. Zo werkt politiek, gaat over macht. Ja. En zodra iets over macht gaat, dan zul je zien dat er allerlei hele vervelende processen gaan lopen. Dames en heren, u luistert naar Onze Man in Deventer. Deze keer niet vanuit mijn huis, maar gewoon in de Deventer Bibliotheek. Nou, heel gewoon is dat trouwens niet. Als u vragen heeft, kan dat via nporadio1.nl, via onze app. Dat kan ook naar eus@bnnvara.nl en dan gaan we kijken wat voor vragen dat zijn. U mag niet schelden, dat gaan wij niet in de uitzending brengen. U mag niet schelden. Dus doe geen poging. Ik wil het met iets anders over jou hebben. Met jou hebben. Namelijk... Ik zit zo te kijken wat er gebeurt nu inderdaad in die campagnes. Laten we zeggen, een beetje banaal hoe ik het nu aan ga vliegen, maar toch, Rutte staat aan kop. Wilders loopt erachteraan en er komt misschien... Nou, dat is een heel groot verschil tussen. Heel groot verschil, dat is een tijdje niks. De PVV is nummer 2. Ja. En dan, het is volkomen nutteloos om op de PVV te stemmen. En dan komt Hoekstra een keertje. En dat zijn drie partijen die je rechts kan noemen. En sommige misschien wel extreem rechts. Heeft links toch wel op korte termijn een toekomst in dit land? Nou, als ze wat beter met elkaar zouden samenwerken, zouden ze wel iets meer toekomst hebben dan ze nu hebben. Ja, maar we hebben gezien opnieuw dat is, dat niet... Opnieuw is de samenwerking tussen links is weer mislukt. Dat is elke keer zo. Kolderiek. Ja, dat heeft wel een komische aspecten. Ja, de Partij van de Arbeid heeft zichzelf natuurlijk afgeserveerd in Rutte 2. Ja. Of ze ooit terug kunnen komen op het oude niveau, betwijfel ik. Ik denk met een hele goede leider en een beetje geluk en zo, misschien nog wat jaartjes in de oppositie, zouden ze terug kunnen komen ook naar zo'n niveau waar al die andere middenpartijtjes ook nu geëindigd zijn, zo rond de 20 zetels. Dat acht ik mogelijk, maar echt terug naar de bekende cijfers van 40 zetels of zo. Ja. Dat zie ik niet gebeuren. Nee. Ik denk toch dat is... Dat is de paradox eigenlijk van de huidige politiek. Dat cultureel beweegt de hele samenleving naar links. Ja. Maar de kiezer wordt ook linkser wat betreft de culturele issues. Mm-hmm. De bekende stroopwafelpieten en het homohuwelijk en al die dingen. Genderneutrale toiletten. Ja, dat soort LHGBT enzovoort, gemeenschappen en zo. Ja. Op dat punt beweegt de hele bevolking zich naar links. Ja. Maar tegelijkertijd heeft dat geen politieke consequenties. Dat is het interessante. Hoe. Je zou nog wel kunnen volhouden dat natuurlijk de meest dominante partij van de afgelopen 10 jaar, namelijk de VVD, op zichzelf ook naar links gaat, omdat de VVD leiding moet geven aan een coalitiekabinet. Ja. Want je weet dat de VVD kwetsbaar is op zijn rechtervleugel, mm-hmm. omdat op de rechtervleugel van alle ellende
komt de afgelopen 20 jaar van de rechtervleugel van de VVD. Ja. Dat geldt natuurlijk voor de lijst Pim Fortuyn. Mm-hmm. Dat geldt voor Rita Verdonk, notabene een ex-VVD'er. Ja. En dat geldt voor Geert, ook een ex-VVD'er. Ja. Die vanwege Turkije is die uit de partij gestapt. Ja. Waar die toen overigens wel een iets verder reikende blik had dan anderen. Maar dat was waarschijnlijk toeval. Echt waar? Kan je niet, misschien had hij dat toch wel goed gezien. Dat komt mij moeilijk uit de mond. Ja, ik merk het, Hij had... Ik dacht toen, Turkije is wel op weg naar Je weet dat Turkije is de langst geassocieerde natie met de Europese Unie, zo'n beetje. Ja. En nu zit er natuurlijk, nu zit het er helemaal niet in dat Turkije... En Erdogan heeft het volgens mij al lang opgegeven. Maar we dwalen een beetje af, want we waren over iets anders bezig. Ja, we hadden het over... je hebt de PvdA al... de machteloosheid van links. Ja, kennelijk dringt het bij mensen niet door... wat de gevolgen zijn geweest van dat neoliberale beleid. Ik vond het heel interessant wat je net zei, sorry dat je onderbreekt. We hadden het over een paradox. Dus we hebben het over een maatschappij die zich steeds meer... wordt, links, cultureel veel... progressiever. Progressiever. Ook met een iets grotere acceptatie van diversiteit. Ja. Ik vind het heel interessant wat je nu zegt van... hoe kan het dan dat we inderdaad dat zien... en dat we opkomen voor de rechten van de minderheden... gender hebben we het over gehad, et cetera. En hoe kan het dat we dat niet terugzien in stemmengedrag? Dat is inderdaad wel heel fascinerend. Ja, het is wonderlijk. Kijk, GroenLinks was altijd een betrekkelijk kleine partij. Dat heeft redelijk gescoord omdat ze natuurlijk een hoop uitval van de PvdA hebben kunnen opvegen, denk ik. Mm-hmm. De SP is bij uitstek een dorpspartij. Ook met hele nuttige impulsen, maar ja, op het punt van Europa volkomen hopeloos in allerlei opzichten. Nou, wat hebben we dan nog over? GroenLinks, PvdA, SP. Dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Ja, D66 SP en GroenLinks was marginaal, maar de PvdA is enorm teruggevallen. Mm-hmm. En dat betekent natuurlijk ook dat de machtspositie van links... dat die enorm is aangetast. Mm-hmm. Of, wat ik al zei, de PvdA echt weer terug gaat komen. Nee. Een klassieke regeringspartij. Mm-hmm. Die natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog enorme invloed heeft uitgeoefend in Nederland. Ja, ze hebben dat aan zichzelf te danken. En ze zullen het ook aan zichzelf... zelf moeten kijken of ze terug kunnen komen op dat niveau. Dat snap ik, maar ik begrijp nog steeds niet. Ik begrijp nog steeds... Nee, de paradox meeste... begrijp ik nog steeds niet. Want het is een hele scherpe en juiste observatie. Maar wat eronder zit, begrijp ik nog niet. Nee, het wonderlijke is dat de kiezer eigenlijk uit zijn traag... want dit is een traag verlopend proces. Het gaat niet van week op week of zo. Je moet dit vergelijken met de vroege jaren 90. Ja. Want je zou denken dat ook in een land als Nederland... met het Forum en met de PVV... dat we veel bozer zijn geworden over migranten. Maar als je naar de cijfers kijkt... zijn we ten aanzien van migratie, immigratie... toleranter geworden dan we in de vroege jaren 90 waren verontrollen. En dat zijn vrij significante verschillen. Mm-hmm. Dus we hebben dat veel meer... we aanvaarden dat meer dan we dat toen deden. Ja, maar klopt dat... waarom het nou is dat mensen zich in feite niet realiseren... dat hun zeg maar, sociaal-culturele standpunten... dat die veel linkser zijn dan ze zelf stemmen... dat vind ik moeilijk te zeggen. Mm-hmm. We moeten ook natuurlijk niet mooier maken dan het is. Er zijn ook grote delen van de bevolking... die helemaal niet verschrikkelijk cultureel progressief zijn. Nee. Dat is natuurlijk wel een probleem. Maar ik denk dat met name... de VVD is natuurlijk een partij die aan de rechterkant... niet waar. Daarom kalft die rechterkant er alsmaar af. Hè, Geert. Ja. Baudet natuurlijk. In feite ook een soort... in ieder geval in uiterlijk en praten en piano spelen... en uitgesproken VVD'er. Mm-hmm. Verder zo gek als een deur. Maar dat trekt wel stemmen van de rechterzijde van de VVD. Want die rechterzijde... Dat is niet helemaal waar wat je zegt. Want ik weet niet of je de beelden hebt gezien op Urk van de week... waar Baudet rondliep. En het zijn toch allemaal vissers en arbeiders... en je zou zeggen traditionele PvdA-electoraat... wat achter hem aan loopt. Of die mensen überhaupt nog PvdA stemden... dat denk ik allang niet meer. Nee, maar ze stemden denk ik niet op een boreale pianospeler uit Amsterdam. Dus dat is toch wel een hele rare dynamiek die daar ook ontstaat. Nou, als je kijkt naar bij dat enorme succes van de... hoe heet het? Van het Provinciale Staten.
resultaten, dan zie je toch dat, dat ze voornamelijk... Ze scoorden vooral in steden die het moeilijk hebben. Ik weet niet hoe het in Deventer was. Ook geloof ik een stad die het sociaal-economisch moeilijk heeft. Ja, maar hier scoorden de PVV en DENK heel erg goed van die... DENK, ja, oké. Okay, dat begrijp ik wel eens een beetje. Ja, maar bijvoorbeeld als je naar de grote steden kijkt... we hebben namelijk twee booming cities in Nederland. Dat is Amsterdam en Utrecht. Dat zijn echt... Ja. Als je dat Haarlem, Amsterdam, Utrecht... dat is zo'n soort van boemerangvormig gebied. Ja. Dat is het dynamische economische gebied van Nederland. Of je nou naar de huizenprijzen kijkt of naar hoogopgeleide bevolking enzovoort. Nou, daar scoorde het Forum hartstikke slecht. Maar in Rotterdam en Den Haag, ja, steden die het moeilijk hebben, die sociaal-economisch ook niet goed in elkaar zitten, daar scoorde het Forum hartstikke goed. Een elitaire partij. Hij is niet elitair. Hij is wel elitair. Nee, maar de mensen begrijpen heel goed dat wat... hij doet een beetje elitair natuurlijk. Ja. Maar de mensen begrijpen heel goed waar het bij Forum over gaat natuurlijk. En daarmee bedoel je? Waar gaat het over? Nou, dat het natuurlijk een anti-immigratiepartij is. Ja. Hoe heet het ook alweer? Dat we bezig zijn aan een enorm proces van omvolking. Ja. Ja, homeopathische verdunning. Ja. Maar die mensen die begrijpen het. Dus dat denk ik wel. Anders is het heel lastig te verklaren. Ja. Waarom die zo goed scoorden in de steden als Den Haag en Rotterdam. Mm-hmm. Want dan tegenwoordig zijn dat de steden van de losers in Nederland. Ja, want je weet dat Rotterdam ooit het trekpaard van de Nederlandse... Zou het ook kunnen zijn dat die mensen zich gewoon verkeken hebben op wat voor partij... Nee, volgens mij zijn ze niet gek. Nee. En ze stemmen wel degelijk op iets wat waar ze onrustig over zijn. Mm-hmm. En vergeet niet, dat het is natuurlijk in het bijzonder... dat zie je overal in westerse landen. Zeg maar de bovenkant van de arbeidersklasse... en de onderkant van de middenklasse... daar bestaat de grootste onrust over verlies van werkgelegenheid. Over, ook in Nederland zijn gezinsinkomens over de afgelopen decennia... niet spectaculair gestegen. Mm-hmm. Zo extreem merkt dat onze minister-president... waarvan je het niet verwachten zou, een VVD'er... 2 jaar geleden zei dat het wel de hoogste tijd werd... dat in Nederland de lonen wat opgekrikt werden. Wat overigens helemaal niet gebeurd is... Maar nee. Het geeft wel aan dat probleem herkend is. En ik zou ook niet weten wat je eraan moet doen. Dat kunnen we allemaal wel verklaren, hoe dat allemaal gebeurd is. Want dat heeft nou weer iets te maken met de mondialisering van de economische bedrijvigheid. Ja. Nog even, daar hou ik erover op. Ik geef toe dat ik ik heb nergens een steekhoudende verklaring gelezen van dat wonderlijke proces... dat een groot deel van de samenleving... Paradox, ja. Ja, nee, ik had toleranter wordt, want je moet ook niet... Het is niet per se... Maar ik heb nog wel een suggestie. Ik zat zo te denken, terwijl we daarover spraken. En zo'n paradox zou misschien ook kunnen ontstaan. En dan moet je toch wel de populisten gelijk geven. Zou het toch ook kunnen ontstaan omdat... hoe de verhouding ook is in het politieke domein... het klopt misschien wel dat de progressieve mensen... nog steeds gaan over de inrichting van dit land. Dus ook al verliezen zij veel terrein... als het gaat om in de Kamer, in het kabinet, et cetera. Ze zitten nog wel op de juiste plekken... om dat soort culturele veranderingen door te voeren. Als je denkt aan grote krantenredacties... of aan de media, of aan... Uitgeverijen. Denk aan het hele universitaire en wetenschappelijke wereld. Het aantal PVV'ers wat je tegenkomt... op het Instituut voor Geschiedenis in Utrecht is 0, kan ik je verzekeren. Ja. Misschien dat er nu één is, maar dan doet hij het gewoon om een beetje te jennen. Ja. Dat kan geen andere oorzaak hebben. Ja, en als het gaat om weet ik veel wat, kansengelijkheid, zal vast hier in Deventer ook... In de meest extreme mate hebben we dat nu net in de Verenigde Staten gezien. Mm-hmm. Waarbij een aanzienlijk deel van de bevolking... Mm-hmm. Trump heeft 74 miljoen stemmen getrokken, laten we dat niet vergeten. Meer dan enige presidentskandidaat ooit, met uitzondering, godzijdank, van Joe Biden. Ja. Dan zie je dat deel van de bevolking in opstand komt in feite tegen wat zij beschouwen als
irritante en voor hen vreemde elitaire opvattingen. Ja, maar dat is ook wel weer, daar is ook weer een paradox. Want ik heb gezien, gelezen wie die mensen waren die het Capitool gingen bestormen. Maar dat waren bankiers, dat waren ondernemers. Nou, dat hele kleine ondernemers, maar politieagenten. Nee, maar het was niet... militairen, het waren niet... ja, nou ja, toch. Het waren niet de ongeletterde boeren of zo. Nee, maar het waren wel mensen die zich keerden tegen, laten we zeggen, de politiek correcte cultuur. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel een rol speelt. Ik denk dat dat in Nederland ook een rol speelt. Heel veel sociaal-democratische partijen zijn in de afgelopen 30, 40 jaar partijen geworden, niet van wat ze oorspronkelijk waren, namelijk de arbeidersbevolking of de zich emanciperende arbeidersbevolking, maar voor een belangrijk gedeelte van mensen die al geëmancipeerd waren. Mm-hmm. Die misschien wel uit eenvoudige milieus afkomstig waren, maar ondertussen gestudeerd hadden. Mm-hmm. Ook die bekende cijfers over de Tweede Kamer. Ik geloof dat zelfs, je zou het zo niet zeggen, dat die Jongraus ook doctorandus in de sociologie is. Maar dat durf ik niet. Ik durf sowieso even voorlopig even niks meer te zeggen over Dion Graus met zijn rare perikelen. Maar goed. Ja, sorry dat ik daarom moet lachen. Maar... Ja, nee, daar moeten wij allemaal om lachen. Ook uit ongemak. Ja, nogal, ja, vooral ook dat er helemaal niets aan gedaan wordt. Dat is wel het, ja, is wel het meest interessante aspect aan. Maar zelfs daar denk ik dat sommige van de verkiezers denken, oh, hè, dat... Die Dion Graus die is wel even van de opgeheven vinger. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, dat zei ik er straks. Ja, je kunt op de PVV stemmen. Zullen naar dit programma weinig mensen luisteren die uitgesproken PVV stemmen. Oh, dat vergis jij je, hoor. Je moest eens weten hoeveel ik word gediscrimineerd nu op dit moment tijdens deze uitzending. Kijk, daar hebben we al de redacteur worden. Nee, het is altijd wel ballen in de NPO Radio 1 app. Nee, dan moet ik weer terug naar mijn eigen land. En waarschijnlijk word jij nu ook van alles en nog wat krijg je te horen. Klopt dat? Dat klopt ook, ja. Ik word altijd voor van alles en nog wat uitgescholden. Ik kan toch niet laten, ja, om te zeggen tegen de aanstaande PVV-stemmers, u kunt wel op Geert stemmen, maar het is een totaal nutteloze exercitie. Ja? U kunt veel beter proberen te bedenken hoe u de mensen in Nederland het meeste kunt treiteren, ook beleidsmatig, door anders te stemmen. Ja, maar wie moeten die mensen stemmen, ja, dan als zij, dat, als zij ik, minder... Dat zit als, ik me nu net even af te vragen. En als zij willen minder asielzoekers, ze willen... Terug een tip geven? Nou. SGP stemmen. SGP. Ja, want je hebt, dat moet je zeggen van Van der Staaij, die drie zeteltjes die hij heeft. Ja. Die worden optimaal gebruikt. Die man die weet hoe dat parlementaire zaken in elkaar zitten. Mm-hmm. Dus ik zou SGP stemmen. Dus jij roept nu op om alle PVV'ers... Om koeien bak zijn. Ja. Allemaal naar de, ja, SGP. Ja, ik heb ook wel eens over... Kijk, ik vind de standpunten van ultra-rechts Nederland zijn zo stomzinnig. Ja. Dat je altijd denkt, wat heeft dit voor zin, deze exercitie? Als je natuurlijk vindt dat je onmiddellijk uit de EU moet. Ja. Dat we terug moeten naar de gulden. Ja. Wat een vorm van infantiele wensvervulling is. Die werk van een onbeschrijfelijke stupiditeit is. Als je er iets van af weet. Ja. Dat de grenzen dicht moeten. Mag nooit meer migranten in of uit. Ja. Dubbele nationaliteit mag je niet meer doen. Weet je zeker dat, ja, de hoofdonderdelen van het programma waar je op gaat stemmen nimmer gerealiseerd zullen, ja, worden. Dus waarom stem je er dan op? Dus echt, ik zou de PVV-stemmers aanbevelen, stem op Van der Staaij. Ja. Ik kun je ervan verzekeren, want die is ook niet erg gelukkig met de EU. Nee. U moet wel beseffen, als PVV, ik spreek nu even tegen de PVV-stemmers, ja, u moet wel zich realiseren, wij gaan niet uit de EU. Wat, ja, er ook gebeurt, wij gaan niet uit de EU. Ja. Wij kunnen eigenlijk helemaal niet meer uit de EU. Nee. Als u het negatief, nee, wil zien, zijn wij als maar het Euroland... Kan toch, misschien weten die mensen dat ook, maar is het gewoon een proteststem? Oké. Ook als ze zouden zeggen, joh, ik breng gewoon een proteststem uit. Het is gewoon de opgeheven, ja, het is de opgeheven middelvinger. Mij best, maar dan moet u ook niet gaan piepen en klagen dat er dus niets terechtkomt van datgene, ja, waarop u gestemd heeft. Overigens vind ik wel dat er één goed punt staat in het PVV-programma. Misschien spreekt jou dat ook wel aan. Zij willen dat we voortaan 140 kilometer per uur op de snelweg mogen rijden. Dat wil jij, maar jij bent nog jong, maar ik ben oud. Vroeger was ik daar wel een voorstander van geweest. Nu niet meer? Nee hoor, ik zet de ding op de cruise control op 100. Ja. Ik sukkel gewoon aan de rechterkant van de weg. Sukkel ik rustig voort. Daar ben ik heel tevreden mee. Maar ja, jij hebt een auto gekocht waarmee je natuurlijk...
Ja, als je daar 100 mee rijdt, dan zit je... Dat is gewoon een treurige vertoning eigenlijk. Is het niet beter als... het komt, ik weet, het komt vaak terug. Maar ik zit nu weer te kijken naar die campagnes. En inderdaad ook wel de algehele treurigheid die daarmee gepaard gaat. Is het niet gewoon beter om toch een keer een fusie op links te overwegen? Ja, ik heb het in het verleden bepleit. En ik heb het recent gezegd. Doe het in godsnaam. Laten we het eens proberen. Ik had een van de interviews samen met, hoe heet die, van GroenLinks. En Jesse Klaver, ja, ja. En die zei, ja, dat voelde die ook wel voor. Ze voelen er altijd geweldig voor, maar er komt nooit van terecht. Nee, maar, ja. Dat is ontzettend stom. Dat bleek nu uit, ook uit onderzoek bleek geloof ik, als GroenLinks en de PvdA nu effectief zouden hebben samengewerkt, zouden ze gezamenlijk meer stemmen hebben gekregen dan ze apart hadden gekregen. Ja. Want dat is altijd een beetje een punt. Hè. Je kunt wel samenwerken, maar als je dan gezamenlijk minder stemmen krijgt dan apart, dan is het ook niet erg effectief. Mm-hmm. Dus ja, ik zou het graag zien en als ze elkaar vast zouden houden. Alleen gegeven het feit dat de zittende coalitie op winst staat, ja, is er misschien dat Rutte er nog wel een partijtje bij wil hebben. Ik zou niet precies weten wat dat zou moeten worden. Ja, lastig. Ja, de dierenpartij is misschien ook iets te extreem in die opvattingen. Ja, nee, dat wordt toch niet. SP die hengelt geweldig naar regeringsverantwoordelijkheid. Maar dat vind ik ook dat ze dat met hun eigen standpunten moeilijk waar kunnen maken. Ja, bovendien verliezen die al 3 keer op rij, dus dat wordt hem ook niet. Nee. Ja, nee. Ik zie aankomen dat de regeringscoalitie gewoon blijft zitten na een nieuw onderhandelingsproces. Dus ze moeten wel een beetje natuurlijk hun best doen, laten zien. We gaan er nog eens een keer fijn over praten. Ja. En dat je dan bij gelegenheid, ik weet niet precies hoe de huidige Eerste Kamerverhoudingen zijn, dat je bij gelegenheid met een paar kleintjes altijd wel een redelijk werkzame coalitie hebt. Ja. Ja. Daar ben ik niet gelukkig mee. Ja. Maar ik kan er verder ook niet veel aan doen. En om terug te komen op het punt waarop we begonnen, als het gaat om afbraakbeleid, zoals dat zo populair heet, dat betekent dus dat Rutte gewoon verder kan gaan? Ja, maar de Rutte heeft gek genoeg in het nieuwe VVD-programma, dat heb je vast ook wel gezien. Zeker. Is plotseling opgenomen dat de overheid een hele belangrijke sturende en directieve rol dient te hebben in het maatschappelijk proces. Wat zomaar, ze staat ook niet van, ja, we hebben een beetje spijt van het beleid wat we de afgelopen 10 jaar gevoerd hebben. En het koers moet echt anders uitgezet worden. We hebben ook in de coronacrisis gemerkt dat je alles tot op de graad bezuinigd hebt, dat niet erg effectief is als er werkelijk ongelukken gaan gebeuren. Ja. We hebben gemerkt dat bijvoorbeeld eindeloze bezuinigingen op de GGD, zoals die gedaan zijn in de afgelopen jaren, het effect hebben dat de GGD slecht of helemaal niet functioneert. Wat zeker in het geval van een 77-jarige man met lichte hartproblemen heel vervelend is, want daardoor word ik niet gevaccineerd. Ben je nog steeds niet opgeroepen? Nee. Ik heb zelfs met de huisartspraktijk gebeld. Die wist ook van niks. Die waren nog veel verontwaardiger dan ik. Ja? Ja. Want de huisartspraktijk waar ik mee te maken heb, waren ook nog niet gevaccineerd. Maar je wil wel graag gevaccineerd worden? Ja, ik weet niet. Zijn er in Deventer brede mogelijkheden? Dan blijf ik hier slapen en laat ik me morgen vaccineren. Ik kan wel even morgen een paar neven bellen of ze nog wat vaccins hebben. Nee, maar, maar het is wel een serieus punt. Dus eigenlijk wil jij gevaccineerd worden. En dat zal volgens mij, je bent onderhand ook bijna aan de beurt, maar je hebt nog steeds geen oproep gehad. 0,0. En je belt erachteraan en dan zeggen ze nog steeds niet. Mijn vrouw is ook 77. Ja. Dus ja, het zou voor ons wel vrij interessant zijn. Ook omdat de omgang met de kleinkinderen er flink door vergemakkelijkt zou worden. Maar dit is deel van een veel groter probleem. Ja, dat gaat over... Ik moet mensen ook aanbevelen. Een boekje van de meneer Cenk Willink. Het is een beetje deftig geschreven. Ja. Maar het heet Groter Denken, Kleiner Doen. Mm-hmm. En daarin... Eigenlijk is dat een vernietigend requisitoor tegen datgene wat we in Nederland in de afgelopen 10, 15 jaar gedaan hebben met het overheidsapparaat. Dat gaat ook over decentralisatie. Ja, het uitbenen van het overheidsapparaat. He, dat je dus BAF, de WMO, decentraliseert terug naar de gemeentes en ook meteen 200 miljoen uit het budget haalt. Zijn we eigenlijk niet, want ik weet dat je allemaal gaat opsommen en ik denk de mensen ook die nu luisteren. Maar dit vinden ze vast ook niet interessant. Nou, wel interessant, maar concluderend van dat wij eigenlijk helemaal niet zo'n waanzinnig goed en sterk georganiseerd land zijn als we altijd dachten. Nee. Zeker, dat is volkomen juiste observatie, is dat, ja.
Sterker nog, we zijn een beetje Bulgarije en Estland. De parlementaire democratie in Nederland helemaal niet slecht functioneert, hebben de zittende regeringen in de afgelopen 2 decennia Nederland heel slordig bestuurd. Hmm. Steeds vanuit dat hoogst ongelukkige concept van de kleine slagvaardige overheid. Maar dat is al voor Rutte begonnen met bijvoorbeeld de vermarkting van de thuiszorg. Een zonder meer schandalige onderneming. Niet waar, onder leiding van een CDA-minister-president. Mm-hmm. In casu onze onsterfelijke vriend Jan-Peter Balkenende, ook zo'n hardrijder. Ja, hij heeft ook lang gezeten trouwens. Ja. Ja, het, God weet ik, ik heb voor 5 kabinetten, maar er waren er allebei bij niet maar enkele weken duurde. Dus. Ja. Nee, maar dat zelfbeeld van ons, dat strookt helemaal niet met de realiteit. Nee, we hadden de reputatie dat wij een goed georganiseerde, niet al te grote, dus vrij efficiënte overheid hadden. Wij scoorden ook altijd goed in internationale lijsten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld het feit dat het met het vaccineren in Nederland bepaald geen groot succes geworden is. Mm-hmm. Dat was toch ook voor de New York Times wel reden voor een licht ironisch commentaar van altijd een grote mond. Hè? Ja. Natie van kleine bleke bedweters. En kijk nou eens even. Ja. Ja. Ook in Nederland zijn veel mensen doodgegaan aan de, als je het even doorvermenigvuldigt. Hè, want het zijn er bijna 16.000 mensen in Nederland. Dat is natuurlijk ook in die verpleeghuizen is natuurlijk een gigantische oversterfte geweest. Zeker ook in de eerste ronde van de corona. Mm-hmm. Dat was niet best. Daar is helemaal niet goed op. Weet je niet dat we de zwakste zouden beschermen enzovoort enzovoort. Mm-hmm. Dat is niet een groot succes geworden. Nee. Nou, wat ga je de komende weken, in elk geval tot 15 maart doen? Ik snap dat je het Radio 1-debat hebt overgeslagen, maar je gaat toch een beetje in de gaten houden wat er gebeurt? Ik lees het wel in de krant. Ik ben een groot gebruiker van teletext. Ja. Vaak is de teletext nieuwsvoorziening ruim voldoende om voor in het Nederlandse nieuws goed op de hoogte te zijn. Ja, maar je mist de details. Ja, daar ben ik wel met je eens, maar daarvoor lees ik een krant. Ja. Daarvoor lees ik Tom Jan Meijers in de NRC. Mm-hmm. En daar word ik heel behoorlijk voorgelicht. Sowieso vind ik dat die heel behoorlijke stukken schrijven. Ja. Vaak iets te lang voor de hoeveelheid informatie die gegeven ja. wordt. Dat is, ja, dat zijn de zogenaamde long reads. Dat je altijd ja. denkt, nou... Ja, dat moet een NRC, hè? Short read, dat zou ook heel goed uitkomen, ja. wat mij betreft. Ja. En ik probeer natuurlijk ook wel de internationale politiek een beetje ja. bij te houden. Nou, hoe was dat? Een interview in een bibliotheek in Deventer? Nou, ik vond het wat deftig. Ja, deftig? Ja, er heerst hier wel een... Dat draait een enorm indrukwekkende airconditioner, ja. volgens mij. Ja, dat is... Zoomt er gezellig doorheen. Ik ben dol op bibliotheken. Ja. Deze vind ik wel erg modern. Kom je na de corona aan alles, kom je een keer hier dan weer spreken voor een groep? Gaan we het organiseren? Als zij een leuk onderwerp hebben, kom ik graag spreken. Tuurlijk. Er is altijd een leuk onderwerp waarover jij kan praten. Mag ik je... Ik ga je hartelijk danken dat je hier was. Een fijne nacht. We hebben al een uur vol gepraat. Ja,